Minister Diana Pocky van Grondbeleid en Bosbeheer is gisteren met spoed opgenomen om medische redenen. Alvin Roosveld, directeur van de communicatiedienst Suriname, bevestigt in een gesprek met onze nieuwsdienst dat de bewindsvrouw is opgenomen in een zorginstelling, maar geen nadere informatie kan verstrekken. Officieel is het enige wat de regering op dit moment kwijt zou over die situatie, dat de minister daadwerkelijk in een verpleeghuis verkeert. En verder wachten we bijzonderheden af. Alles wat ik daarover kan zeggen is dat de minister buiten levensgevaar is op dit moment. Roosveld zegt dat er morgen meer details over de toestand van de minister bekend zullen zijn. De nieuwsdienst verneemt dat Pocky in het academisch ziekenhuis is opgenomen met complicaties in haar bovenlichaam. Pocky werd op 16 juli 2020 ingesteld als minister van Grondbeleid en Bosbeheer en werd op 12 mei jongstleden met verplicht verlof gestuurd door de president. Dit in een kwestie rondom onregelmatigheden op haar departement. De president maakte vorige maand tijdens een persconferentie bekend dat er een grondig onderzoek naar de mogelijke misstanden op het ministerie zou komen. De commissie, welke is ingesteld, moet een rechtmatigheidstoetsing doen.